Deze beschouwing gaat over metafysica. Metafysica is een term die veel mensen niet begrijpen. Veel me mensen die er dan wel een beetje van weten, die bestempelen het als uh, gezever of zo. Of, uh, moet ik zeggen, vaag gedoe. Zoiets, iets van onduidelijks. Ja, ja. ja, geklets in de ruimte. Wordt het ook wel genoemd. Uh, schenk even een kopje thee in. Hey, om te beginnen met de betekenis van het woord... meta, daar kom ik zo dadelijk op terug en een tweede woord is fysica en dat moet je zien als natuurkunde in de ruimste zin van het woord dus ook biologie valt eronder en scheikunde en ja, alles wat je maar kan verzinnen in het Grieks werd het ook wel genoemd fysikoi zo. Dus dat schrijf je dan zo de term, is, de term metafysica is door Aristoteles het eerste gebezigd. In, dat heeft een titel van het werkje, is dat volgens mij? En die titel is dan Metafysiki, of zo, fysicoi. En dat betekent dan over de natuurkunde. De andere manier van uitleg is dat je meta plaatst in het rijtje orto, meta en para. En dan moet je denken aan de ja, in de benzeenring heb je de orto is de bovenste plek en de meta is de plek die ernaast zit en de para is de plek die daar weer naast zit. Je hebt ook iets van parapsychologie. In de informatica heb je het woord meta in de zin van metadata. En metadata dat betekent programma. Dus op je harde schijf, daar heb je op je usb stick of zo. Daar heb je data staan, bijvoorbeeld een jpeg, fotootje, of een lijstje met adressen. Zo. Dat is data. Maar op je harde schijf of op je USB-stick heb je ook uh, directories of folders. Je dat en die zijn alleen maar bedoeld om de bestanden, de data, te organiseren. En bevatten op zich geen informatie. Ze hebben alleen maar een naam. En de inhoud van de metadata wordt bepaald door de data. Snap je het nog? En dan betekent meta iets als tegenovergesteld. Want het is precies data niet. Het is, de andere term is programma. Dus een, een directory, een folder, is niets meer als een programma op je computer. Want als je erop klikt, dan. Haalt de computer alle bestanden op die in die map, dat is het andere woord. In die map zitten. Het is dus een programma. Eigenlijk. Execute that program. En dan zie je de files die erin zitten. Dat is de, de, de andere betekenis van meta. En die moet je niet uh, zien als je het hebt over metafysica. Je kan het beter zien dat het dan in de terminologie van Aristoteles. Dat het gaat over de fysica. Buiten de fysica. Naast de fysica. Want fysica heeft een. Een grens. Fysica, dat is, de, dat is dus wetenschap, alles wat erbij hoort. Natuurkunde, scheikunde, biologie, hele, hele, alles, alles, alles. Psychologie. Heb je al die boeken, heb je al die kennis. En zonder die kennis te willen bagatelliseren, kan ik je vertellen dat die kennis niet alles vertelt. Die maakt je niet. Alles duidelijk. Ik weet nog dat ik afgestudeerd was aan de landbouwhogeschool. Ergens in 1986. En dat ik dacht: potver. Ja, dan heb ik alles gedaan. Dan ben ik door mijn propen heen gekomen. Dat was helemaal niet makkelijk. Dan heb ik door mijn kandidaat A heen gekomen. Mijn kandidaat B afgerond. Dan heb ik mijn stages gedaan. Dan ben ik doctoraal gaan doen en toen poef was ik klaar. Toen dacht ik ja, maar dan weet ik het nog steeds niet. Want hoe zit dat nou in elkaar? En we kregen bij Chemie bijvoorbeeld uh, Quantum Mechanica, de vergelijking van Schrödinger, die dat onzekerheidsprincipe gebeuren? Nou, dat, toen ik dat boek in handen kreeg. Ik heb het hier nog steeds als studieboek. Dus, uh, uh, Anorganische chemie was dat vak. Ja, yeah, man, dan gaan we echt helemaal uh, tot de bodem. Man, ja, uh, niets dus. Dan toen ik klaar was in Wageningen. toch acht jaar lang, lang erin de ronde gelopen. En ik had, als ik in één keer doorgestoomd was, had ik het in zes jaar kunnen doen. Maar dat deed niemand moet ik zeggen. En waarom ik dan wel? Ja. En trouwens, had ik ook helemaal geen zin in. Je moest zoveel punten per jaar moest je scoren en dan zou je beurs krijgen. En dat behelste dan 1300 punten per jaar. Nou, dat deed ik netjes. Nou, dan doe je er wat langer over. Nou, dat was helemaal niet erg. Dat mocht, dat viel binnen de marge. Het is een beetje vals spelen natuurlijk, want ik had het wel kunnen doen. Ik had het af kunnen rachen in zes jaar. Maar goed, dan ben je klaar als je 24 bent. Mm -hmm. En ik vond het leuk om ook nog dingen naast de studie te doen. Ja. Ik heb ook gewerkt, by the way. Een toneel gespeeld, en uh, licht gedaan voor toneelvoorstellingen. En nou, alles gedaan: licht voor beentjes, geluid voor beentjes. Nou, van alles heb ik naast uh, de studie gedaan. Een liefde werken op papier, het meeste. Dus ik heb niet lopen lantafanten. Maar ik heb niet heel hard gewerkt, dat is ook weer zo. Maar wel altijd goed opgelet. En alles wat er te leren viel, heb ik daar geleerd. Echt van alles. Ik heb zelf nog vakken extra gedaan. Die ik helemaal niet nodig had, dat ik me inschreef voor het tentamen. En dat die juffrouw van de pedel, zo heet dat dan waar je in moet schrijven voor tentamens. Die keek me aan en die zegt, ja, maar jij bent al klaar met je kandidaats B. Ik zeg, ja. Maar er was in die zomer, er was nog een zomercursus. Ik zei, ja, die wil ik graag doen. Oh, ja, als je graag wil, dat mag wel. Heb ik. Dat heb ik ook weer gedaan. Die, die, die moeilijke wiskunde. Oh, differentiaalrekening. Ja, ik weet het alweer. Ja. Dat gedoe wat uh, uitgeknobbeld is door die Engelsman, die Isaac Newton. Sir Isaac Newton. En we gebruiken de notatie van die Duitser, die uh, Leibniz, die man. Dat komt op hetzelfde neer, differentiaalrekening. En nog vakken gedaan, we statistiek extra gedaan en zo. Dus ik heb echt zoveel mogelijk proberen te leren. Maar ik werd er op de kei gezet, van ja, je bent klaar. Maar ik had leuke cijfers, ik had uh, voor mijn doctoraal een 8 voor luchtverontreiniging. Uh, een 7 voor informatica. Uh, die 7, daar was ik erg teleur. Daar was, was ik boos over. Ik vond het een regelrechte belediging. Dacht die homo wel niet. Uh, zo boos was ik. Hè? Ik had minimaal een 8 verdiend. Maar lang verhaal. Toen was ik klaar met die, uh, met die studie. Ja, dan weet ik het nog steeds niet. Dus daar ben ik maar in mijn vrije tijd doorgegaan. En alle wetenschappelijke publicaties die ik maar uh, kon krijgen. Nou, uh, dan well, populair wetenschappelijk, zeg het maar. De werken van Stephen Hawking. En dan uh, die andere die Weinberg. En uh, alles met astronomie. En uh, ook nog uh, Bruno. Nee, de huppeltje per Bruno. Een wetenschapsfilosoof. Dat zeg maar, van alles. Werken over economie. En, maar er kwam geen einde aan. En, en echt slimmer. Ik werd, niet van, ik werd er helemaal niet slimmer van. En toen kwam ik. Toen ik 39 was. Toen had ik nogal wat geld verdiend. Met opzet daarvoor, by the way. Om mijn eigen programmeertaal te gaan schrijven. Die is inmiddels af. En daarvoor kwam ik bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen, en daar kreeg ik les onder andere in metafysica. En daar is mij geleerd dat kennis, dus de fysica, die is beperkt. Dus je kan niet verwachten dat als je alles weet van fysica, dat je dan alles weet. Want je weet alleen maar alles van dat wat je wetenschappelijk kan weten. Maar er is iets en dat gaat voorbij aan het wetenschappelijk weten. Dat is lastig. Want wat is het dan? En als je kan zeggen, ja, nou, ik weet wat het is. Het is, een, uh, iets, uh, het is groen en het is driehoekig en uh, op donderdag is het wel eens blauw. Ja, dan heb je dat via de wetenschap vastgesteld. En daar gaat het dus niet om. Want alles wat je via de wetenschap vaststelt, dat geheel van al die kennis, dat is niet alles wat er is. Neem bijvoorbeeld de vraag, waaruit bestaat materie? Of, wat is materie? Materie is heel wezenlijk voor ons in het dagelijks leven. Ik praat momenteel in een microfoon. En jullie horen mij door een hoofdtelefoon of de speakertjes van je laptop... Of Oortjes of zo. Dat is allemaal materie. En mijn stem, die, die stembanden, die, die laten lucht trillen. Die trillende lucht gaat tegen die microfoon aan en die microfoon zet het om in een elektrisch signaaltje. Dat elektrische signaaltje dat gaat mijn analoog-digitaal converter in. Die maakt er een digitaal signaal van. Dat wordt in mijn laptop opgeslagen in een SSD-schijfgeheugen. Het was momenteel alleen in RAM. Maar zo dadelijk doe ik bewaren. Dat is allemaal materieel. Maar wat ik zeg, dat is niet materieel. Kun je even voelen wat het verschil is? Dus als je luistert naar mijn stem, dan luister je naar iets materieels. Maar als je luistert naar de inhoud van wat mijn stem zegt, dan luister je niet naar iets materieels. Dan luister je naar een gedachte. Naar de uiting van een gedachte. En aangezien ik. Van mijn tenen tot aan uh, mijn nog overgebleven hoofdharen bestaat uit materie. Dan kunnen wij concluderen dat materie kennelijk, klaarblijkelijk, gedachten kan hebben. En hoe kan materie nou nadenken? Want om gedachten te hebben moet je nagaan denken of niet. Nou, hoe kan materie nadenken? Uh, nou, er is geen dat uh, 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 dat weet niemand. Echt niet. No way. En de idee uh, dat dat morgen misschien uh, bekend gaat worden. Hè? Uh, bij de Verenigde Naties komt er dan een bijzondere vergadering. En dan uh, komt er iemand op een podium te houden. Nou, en we weten waarom. Uh, Zo'n zakmoleculen, zoals periwinkel. Want materieel gesproken ben ik niets meer dan een verzameling moleculen. En moleculen zijn een verzameling van atomen. Hè? Dus ik ben een verzameling van atomen. En een atoom is een verzameling van elementaire deeltjes. Dus ik ben een verzameling van elementaire deeltjes. En elementaire deeltjes zijn weer een verzameling van sub-elementaire deeltjes. Zoals muonen en muonen en bosonen. En zeg maar, quarks of zo. Dus ik ben een verzameling van. Subatomaire elementaire deeltjes. En dat ze morgen bij de Verenigde Naties gaan vertellen: van ja, en we weten nu waarom uh, uh, sommige atomere, sub subatomaire deeltjes kunnen nadenken. Nee, dat gaat niet komen. En dat weet de metafysica. Ik ga door even een beetje materiële thee inschenken. En om het nog erger te maken, de fysica die weet niet eens wat materie is. Want net zat ik al eventjes een beetje een tipje van de sluier op te lichten door te zeggen van nou, Peri bestaat uit. Nou, je moet dan zeggen organen, die organen bestaan uit moleculen, die moleculen bestaan uit atomen, die atomen bestaan uit. Nou ja, er zitten neutronen, protonen en elektronen, en die bestaan weer uit quarks en die bestaan weer uit. Gaan we door, hè? Dat is de kunst waar CERN zich mee bezighoudt, daar in Zwitserland, met zo'n cyclotron, waarin ze niets meer en niets minder doen dan atomaire deeltjes uh, ja, kapot slaan. ik had een keer een eierwekker gekocht, dat was na de scheiding. en dat ding was kapot gegaan, dat was echt een stomme eierwekker. ik heb toen en daarna een nieuwe gekocht bij de Hema, en die die was echt goed, die heb ik nog steeds. maar die leuke, die was van de, van de blokker of zo. ja, die was wel heel schattig moet ik zeggen. Maar iets schattiger dan functioneel. En die was dus kapot en ik wilde hem weggooien. En mijn dochter die vroeg: van... ja, maar ik wil even kijken wat erin zit. Mag ik hem kapot gooien? Ja, ja dat is goed, joh. Nou, zij mijn balkon op, ja, ze, ze mept hem dan tegen de betonnen vloer van het balkon aan. Iets wat van haar moeder echt nooit van zijn leven gemogen zou hebben. Maar ik denk: hè, je bent nu bij papa. En, maar ze kreeg dat ding niet kapot. Ze zei: Oh, zei, mag ik hem dan ook van het, van het plafond. van het balkon laten vallen? Hè? Dan gaat hij drie verdiepingen omlaag. Ik zei: Ja, natuurlijk. Zei, maar, de vriendinnetje was er ook. Dan moet je vriendinnetje beneden gaan staan. En niet dat iemand die toevallig voorbij komt lopen. zo'n eierwekker. kookwekker op zijn hoofd krijgt. Dus, nou, de vriendinnetje ging naar beneden. En. Uh, nou, mijn dochter op het balkon. en ze liet dan die wekker vallen. Hij ging nog steeds niet kapot. En toen zei ik tegen mijn dochter: van, Nou, dan heb je nog maar één andere mogelijkheid. En dat is dat je hem zo hard mogelijk omlaag gooit. Dus weer. <laughs> dus de vriendinnetje was naar boven gekomen. met die nog steeds niet kapotte wekker. En die geeft het aan mijn dochter. Vriendinnetje gaat weer omlaag. En dan mijn dochter weer. ze roepen: van, Nou, ik ga het doen hoor, ik ga het doen. En zit uh, veilig, is het veilig? En zij gooit die eierenwekker, kookwekker, naar beneden. met de grootst mogelijke kracht. En toen hè hè, eindelijk bats. Allemaal in stukken. Nou, zo werkt CERN ook. Dus je, je moet steeds harder, harder, harder mappen en uiteindelijk breekt het. En dan heb je weer de, het kleinste deeltje. En de vraag is dan, waar bestaat het kleinste deeltje uit? Ja, dat, dat weten ze niet op het moment dat ze net het kleinste deeltje hebben ontdekt, doordat ze het tot dan toe ene kleinste deeltje kapot hebben laten knallen. Snap je nog waar ik ben? Dus dan heb je weer een nieuwste, kleinste deeltje. Want dat is dan weer het kleinste deeltje. En waar bestaat dat uit? Ja. Gaan we weer in je portemonnee lopen gaven, Gaan we geld sturen naar CERN. En dan gaan ze je vertellen van nou, het kleinste deeltje, dat bestaat uit ABCD. En dan ga jij vragen, ja, waar bestaat ABCD dan uit? Waarop CERN zegt, nou, ik kan hem eerst even vangen. Want dan moeten we ons cyclotron gaan upgraden, dat we nog harder kunnen knallen. En je weet dat dat feest dat houdt nooit op. Dat weet je zeker, want het is een taalkundige onmogelijkheid dat je weet waaruit het kleinste deeltje bestaat. Het kleinste deeltje zal je moeten accepteren als zijnde een niet deelbaar iets, en dat is dan maar zo. Ja, dat accepteert niemand. We willen altijd weten waar dan het ondeelbare deeltje. En letterlijk op zich Grieks ondeelbaar betekent a. Dus a betekent niet. Dus ondeelbaar. A en dan toom. En staat voor delen. Het kleinste a-toom uit bestaat. hè dus inmiddels wat wij atoom noemen, dat, dat, dat is al lang geen atoom meer. We noemen het atoom omdat vroeger waren het atomen, maar tegenwoordig kunnen wij atomen splitsen. Ja, dus is het per definitie geen atoom meer. Maar we noemen dat nog steeds atomen. En dan de nieuwe de deeltjes waar atomen uit bestaan, dat zijn dus in betekenis de nieuwe atomen. Nou, waar bestaan die atomen uit? Ja. Dat, we, dat zullen we nooit weten. Dus dat is een vraag waar de, de fysica geen antwoord op kan geven. En de fysica kan ook geen antwoord geven op hoe het toch kan dat bepaalde atomen, ondeelbare deeltjes, hoe die kunnen nadenken. Terwijl het, duidelijk is dat niet alle atomen denken na. Dus een steen bijvoorbeeld is een grote verzameling van atomen. Maar je gaat mij niet vertellen dat een steen een IQ heeft. Dat heb ik wel. Daar, daar weten wij niks van en daar zullen wij ook nooit achterkomen. En dat we dat laatste, dat we er nooit achter zullen komen hoe materie, sommige materie, kan denken en wat ik kan nadenken. Wij zullen er niet achter komen waarom ik wel kan nadenken en een baksteen niet. De, die reden die zal niet boven tafel komen. Dat heeft een metafysicus, te weten Gerard Heijmans, uit Groningen. Die heeft dat, naar mijn mening, uh, totaal sluitend aangetoond in zijn werk, zijn hoofdwerk, zou ik zeggen. Inleiding in de Metafysica. Want je kan er lekker mee stoppen. Als je nu nog denkt, heden ten dagen, om op basis van fysica te gaan vertellen waarom sommige atomen kunnen nadenken en andere niet. Dan dat is hopeloos. dat hopeloos. Dat lukt niet. Dat kan je heel verschrikkelijk vinden, maar daarmee is het niet anders. Daarmee blijft het hetzelfde. Altijd. Dus uh, ja, het is jammer. Het is jammer, het is jammer, maar helaas. En dat is metafysica. En dan heb je de aller, aller, allergrootste vraag: waar komt materie vandaan? Want de fysica dicteert dat er iets is en dat heet de wet van behoud van massa en energie. Dus bij een atoomsplitsing zoals bij uranium, wat radioactief, radioactief uranium dat kan splitsen, hè? dan zijn die twee deeltjes die je overhoudt, die zijn samen minder licht dan het deeltje wat erin ging, uh, wat gesplitst werd. Dus daar verlies je massa, maar daar krijg je energie voor terug. Dus de som van massa en energie die blijft altijd gelijk. Nou, waar komt dat vandaan? Daar weten we niet. En daar zullen we niet achter komen ook volgens de fysica. Maar toch blijf je die vraag houden. Van waar komt materie vandaan? Waar komt alles vandaan? Waar komt leven vandaan? En er is een uh, in de fysica heb je verschillende takken van sport en eentje daarvan die heet thermodynamica. Erg interessant. En thermodynamica, die kent het begrip en het heet entropie. En als ik het nou goed zeg, is entropie staat gelijk aan de wanordelijkheid. En uh, zoveelste hoofdwet van de thermodynamica uh, houdt in dat de entropie toeneemt. Tenzij er, er een invloed is van buitenaf. Maar als die er niet is, dan neemt de entropie alleen maar toe. De chaos dus, de wanorde. En wat wij om ons heen zien is dat. Uh, nee, kijk ik naar mijn, uh, mijn vensterbank, daar heb ik een aantal potten staan met aarde erin. En daarin groeien planten. Nou, die aarde, dat is een wanorde. Dat is een chaotische berg uh, zwarte soepzooi. Maar die planten die erin staan, in die potten. die trekken uit die soepzooi. precies dat wat ze nodig hebben. En vormen dat om tot. Ja, ik heb hier een plant staan. en dat is bieslook. Dat is lekker hoor. Ik heb er nog een andere staan. en dat is. koriander. Daar moet je van houden. Niet iedereen houdt ervan. Ik vind het echt lekker. Ik ga zo dadelijk weer even... Ik heb een heerlijk soepje gemaakt en daar past heel goed koriander bij. Lekkere verse koriander. En het groeit maar door. Hè? En daarnaast heb ik een pot staan en daar zit sali. nee, dragon zit erin. Dat is erg lekker hoor, dragon, met kip. Wauw, jongen. Dat is een verse dragon, dat is heerlijk man. En het dragonplantje is maar een klein plantje, maar die groeit stug door. En dat is heel ordelijk. Maar waar komt die orde vandaan? Want ik doe verder niks aan die planten. Het is wel zo, er komt zonlicht op, dus er komt energie op, maar ja, dat is ook wanordelijke energie. En die orde die zit dus kennelijk in die plant. Dus die plant heeft een vermogen tot ordenen, maar waar komt dat vandaan? Sterker nog, waar komt het eerste plantenzaad vandaan? Als je gelooft in ja, als je oorzakelijk als je denkt, als je orzakelijk denkt ja, wat is de oorzaak van leven? Al het leven. En gaan we nou niet vertellen dat Charles Darwin dat heeft ingevuld, want Charles Darwin heeft het alleen maar gehad over de, de herkomst van soorten. De origin of species. En niet over de herkomst van leven. Dus wij weten niet waar materie uit bestaat. Wij weten niet hoe materie is ontstaan. Wij weten niet waar leven vandaan komt. En wij weten ook niet hoe materie kan nadenken en kan ordenen. En dwars in kan gaan tegen de tweede hoofdwet, ik dacht dat het de tweede hoofdwet was, van de thermodynamica. Snap je? Wij staan met een mond vol tanden wat dat betreft, met onze wetenschappelijke kennis. Er is niet veel aan te veranderen. Want de metafysici, dus de mensen die een verstand hebben van metafysica. die weten daarvan. En namen zijn. Uh, uh, Immanuel Kant dat is een belangrijke. Arthur Schopenhauer is een belangrijke. Friedrich Nietzsche is een beetje de grappenmaker van het geheel. Het maar... is ook wel leuk om te lezen. En dan Martin Heidegger. Ook oh, okay. tot nu toe, dus de vier Duitsers. En Gerard Heimans. Professor-dokter. Gerardus Heimans. Een Nederlander. In Groningen is een, een VWO-school. Uh, VWO en gymnasium. Naar hem vernoemd. Dat is het Heijmans College. Daar heb ik opgezet. Toen ik nog niks wist van metafysica. Dus ook niet wist wie of wat. Wie Gerard Heimans was. Ik ging ervan uit dat het een Groninger was. En dat was ook zo. Maar wist ik veel dat ik vele jaren later een boekje hier in huis zou hebben van die man. En het boekje is te koop trouwens. Je mag het overnemen voor 650 euro. Wordt het nog thuis bezorgd ook. Ga ik het helemaal kopiëren eerst? <laughs> nou, als je het heel graag wil hebben, mag je het hebben. Voor 650, oké, okay, 850 euro. Lullen we nergens over. Nee, ik wil het niet kwijt. Dat wil ik maar zeggen. Heel mooi boekje Als je me heel lief aankijkt, dan scan ik het in, want ik heb een scanner hier. Dan maak ik er een PDF van. Er zit toch geen copyright meer op. Dat is vervallen. Het boekje is gepubliceerd in 1920. Of zo. En metafysica dicteert dat dat wat buiten de materie staat, dat is geestelijk. En dat heeft maar één... En er is maar één geest. Er is maar één geestelijk ding. Geheel in de lijn van... Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer. En, moet ik zeggen... Tot mijn vrolijkheid. En van de Bijbel. Want de Bijbel zegt... In den beginnen schiep God hemel en aarde. Waarmee God eventjes op de kaart is gezet. Dus God is... Niet van de hemel. of van de aarde. Dus God is niet. Uh, in de hemel of zo. of in de aarde. Nee, de hemel en de aarde zijn door God geschapen. In het begin. Dus God staat tevens buiten de tijd. Het was niet zo dat er staat. in het begin. kwam God. En toen ging die scheppen. Nee, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Heel zorgvuldig taalgebruik. Je kan zeggen dat Genesis 1, vers 1 de eerste metafysische zin is ooit opgeschreven. Ja, en dan kom je terug bij die andere kritiek, kritiek op de metafysica. Dat het allemaal een zweverig uh, gezeur is. Want de Bijbel oh, dat is ook maar zweverig. Ja. Maar toch ontkom je er niet aan dat al die andere dingen die ik zei over materie. Uh, daar ga je niet achter komen, mijn beste vriend. Vriendin. Mijn beste broer. Mijn beste zus. Ik zag. Vorige week op internet een lezing van een Duitse onderzoeker. een bobo, een vrouw. En die had het over de... Hoe noemen ze het ook alweer? Nou, een ernstig probleem in de natuurkunde. Namelijk dat de meningen over de aard van materie Ernstig verdeeld zijn. En dat is zo. En de reden daarvoor is dat er geen alomvattende materietheorie kan zijn. Die is er niet. Want een alomvattende materietheorie die zou al die aspecten in zich hebben die ik net opgedreund heb. Van waar komt materie vandaan? Hoe kan het dat materie nadenkt? En hoe kan het dat materie ordent? Zoals een plant. Hoe kan materie ingaan tegen de tweede wet van de thermodynamica? terwijl de thermodynamica juist zegt dat de materie dat niet doet, dat materie altijd tot verval komt, Tot chaos tot wanorde. Dus ik ga in de titel van dit, uh, ja, dat hebben jullie al zien staan, uh, ordo ab chaos. Ik ga het erin zetten, want dat is leven, en het leven. Het nadenken, de... het geven om elkaar ook nog een keer. Al die dingen zijn ordelijk. Dat is een ordening die in de chaos tot stand komt. Dus ordo ab chaos is de definitie van leven. Die planten die ik hier op staan, die, 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 die mooie grote bos met bieslook. Ik hoef voorlopig niet meer op de markt bieslook te kopen hoor, dat kan je lekker vergeten. Als ik bieslook nodig heb, ik pak een schaar, dus knip knip. Dat ding, dat groeit harder dan de haren op mijn hoofd. Het enige wat ik hoef te doen, dat is over een tijdje moet ik daar weer chaos bij voeren. Dan moet ik lenzen potgrond halen bij de supermarkt, kost ook geen drol. En even verpotten. En dat die worteltjes in een nieuwe chaos komen. En dan gaan die worteltjes, dan gaan die, die, die bieslook worteltjes, die gaan daar weer een heerlijke orde van maken. Die zalig smaakt. Lekker man. Op een eitje. Heerlijk. Wat dacht je van kruidenboter? Zo man. Het is weliswaar niet veganistisch, maar wel lekker hoor, kruidenboter. En een stukje versgebakken stokbrood. Huh. Lekker bij de mosselen. Snap je? Dus metafysica heeft alles te maken met respect voor het leven. Met weten dat je respect voor het leven dient te hebben. Omdat respectloosheid voor het leven. Dat. Ja. Dat is alleen voor de mens die is blijven steken bij de fysica en niet verder kijkt, niet verder nadenkt dan zijn neus lang is. Voor de materialist. Ja, ik vond het een hele mooie bespreking over metafysica. Ik hoop dat ik jullie geïnteresseerd heb. En een andere keer zal ik het houden over metafysica en moraal. Daar kan je het ook niet vaak genoeg over hebben. Moraal is ver te zoeken in deze samenleving, namelijk met al die materialisten. Al die verschrikkelijke mensen. Maar dat doen we een andere keer. Ik ga straks weer fijn met Jurk Liesman en zijn Duitse vrienden. Dan nou, we ingewikkelde boeken. Uh... Nou, ik hoef het niet voor te lezen, dat doet Jurk. Iets met. Uh... Weet, daar gaan we het over hebben. Iets met Griesinger of zo. Wat de katholieken allemaal wel niet hebben uitgespookt. Die ongelooflijk vervelende kerk. <laughs> nou, en omdat Jurk uit uh, Hamburg komt. En Victor, die zal er ook bij zijn. Die komt ook uit Hamburg. En ik wist niet dat het Hamburgs was. Maar ik zeg zonder meer, tjus en dag lieverds.